Door ben jij goed in mopjes, Hanny? Niet zo. Een collega Brandsteder was daar beter in. Maar je wil dat ik een grapje vertel? Nou, als je er eentje in huis hebt. Nou, dat is een hoertje van een jaar of 18. Ja, kan die plat genoeg gaan? Ja, ja. Ik denk, ik kraal hem er even in. Maar die jaar of 18, die spreekt haar oma. Die was vroeger ook een oude hoer geweest. Ja, natuurlijk. Dus die zei van, vraag me altijd af, oma, van wat vroeg u toen voor pijpen? Je schrikt ervan. Ik schrik ervan. Ik schrik gelijk mijn watertje door. Ik schrik er zelf ook van. Je bent de gang, maar let je op, Harry, want daar kun je wat van leren. Ik schrik er nu zelf ook van. Wat vraag jij voor pijpen? Ja, zei ze, nou kind, dat was in de oorlog. We waren al blij dat ze wat warms binnenkregen. Geen vreugde in het leven. Hoe vind je hem? Ja. Oh ja, je hebt geen microfoon hoor, Harry, dus ik wil wel even improviseren. Harry, jawel, even de microfoon van Harry. Kijk eens jongen, je hebt een leuke nacht gehad. Ik heb zo'n heerlijke nacht gehad. Oh, vertel. Ik heb seks gehad met een dakloze. Ja, ik hoefde er lekker niet thuis te brengen. Hoe vind je hem? Hij kan ook goed plannen. Ja, hij kan heel...